Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 16 februari. Er zijn vrij veel wolkenvelden boven Nederland, maar zo af en toe breekt ook de zon door. En de aangevoerde lucht die is nog steeds vrij mild. En dat betekent dat de maximumtemperaturen weer aardig zijn opgelopen. In Limburg zo'n 10 tot 13 graden. En elders in het land is het zo'n 8 tot 10 graden geworden vandaag. En dat is nog steeds ruimtezacht voor de tijd van het jaar. Nou vanavond en ook vannacht zijn er nog steeds vrij veel wolkenvelden aanwezig. Maar het blijft afhankelijk op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er wel wat regen gaan vallen. En ook morgenochtend kan er af en toe wat regen vallen. Later op de dag zien we toch langzaam maar zeker weer invloed van een hoger drukgebied. En dat zorgt ervoor dat het op de meeste plaatsen droog blijft. Ook in het weekend is er vrij veel bewolking aanwezig. Maar soms breekt even de zon door. En op de meeste plaatsen blijft het droog zoals het er nu naar uitziet. Vanaf maandag nemen de neerslagkansen weer toe. Ja, vanavond dus ook wolkenvelden en wat opklaringen. Een temperaturen die tussen de 6 en de 8 graden liggen. Er staat een matige wind uit westelijke richting. Vannacht daalt het kwik dan naar een graad of 4 en kan er met name in de noordelijke helft van het land af en toe wat regen vallen. Later is dat ook mogelijk elders in het land. In het zuidwesten blijft het wel op de meeste plaatsen droog en dat geldt ook voor morgen overdag. En morgen dan zien we geleidelijk aan die neerslag naar het oosten wegtrekken. En vanuit het westen kan er dan een enkele opklaring gaan komen. Het wordt in ieder geval op de meeste plaatsen droog. Temperatuur ligt morgen tussen de 7 en de 9 graden en er staat een matige tot prachtige wind uit west- of noordwestelijke richting. Het weekeinde dan. Dan blijft het op de meeste plaatsen droog... bij temperaturen zaterdag tussen de 5 en de 8 graden. Zondag wordt het zo'n 8 tot 9 graden. Er waait een matige wind uit westelijke richtingen op zondag. Er is dus veel bewolking aanwezig, maar zo af en toe kan eventjes de zon doorbreken. Op maandag dan ziet het ernaar uit dat dan toch echt de bewolking weer gaat overheersen... en neemt ook de kans op neerslag toe. En als we dan even naar de pluim kijken, dan zien we begin volgende week dat die temperaturen vrij hoog blijven, zo rond de 10 graden. Later in de week, en dan heb ik het over zo'n donderdag-vrijdag gaat het kwik weer iets dalen. En in de nachten neemt dan de kans op nachtvorst weer toe. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.